Jong FC Utrecht dat de laatste 4 wedstrijden op rij verloren en 6 van de laatste 7 komt hier op een 1-0 voorsprong. De vrije trap van Linden Edhard leidt tot een eigen doelpunt van Mike de Wierik. Zijn tweede eigen doelpunt van dit seizoen. En keeper Ulslegel ziet er ook niet echt lekker uit daar. Meteen door naar de tweede helft. 57e minuut, de kopbal van Joey Konings. En de schouder in eerste instantie van Nazir Held. Maar misschien ook nog de hand daarna. Hier, het is moeilijk te zien. Er wordt in ieder geval geen strafschop gegeven. Ingooi FC Emmen. Die bal die schiet door en die komt heerlijk uit voor Patrick Brouwer. Die net in het veld staat en zijn tweede van het seizoen maakt. Daar is de lang verwachte gelijkmaker van FC Emmen dat in de tweede helft de betere ploeg is. Het is 1-1. De uitverdediger lukt hier niet zo best bij FC Emmen. Dan is het Ivar Jenner die de bal in de 16 brengt. En daar is Mees Akkerman. Ook net een paar minuten binnen de lijnen. Lijkt wel een klein duwtje uit te delen aan Hardeveld. Dat gebeurt hier zo te zien. Hij maakt zijn eerste goal in de keukenkampioen divisie. Het doelpunt staat. En Ivar van Dinteren kijkt er nog eens naar. En zal tevreden zijn. Want FC Utrecht, jong FC Utrecht, staat weer op voorsprong. Dan zitten we in de extra tijd. En daar is toch weer de gelijkmaker van FC Emmen. Mike de Wierik maakte een eigen doelpunt. En maakt nu ook een doelpunt op de aanvallende helft uit de voorzet van Patrick Brouwer. Die dus behalve een doelpunt nu ook een assist heeft. En hier is Brouwer nog een keer. En daar is de klutsituatie. En daar is Desley Ubbink in extremis. Maakt hij de 3-2 voor FC Emmen en bezorgt hij zijn ploeg zo de winst. Jong FC Utrecht verliest voor de 5e keer op rij. FC Emmen wil nog steeds naar de play-offs en dus komen die 3 punten heel goed uit.